allemaal. Mijn naam is Johan Lubbers en ik ben de schrijver van Vergane Glorie en de komeet boek 1 Doctoren van de Staat. En normaliter sta ik ze 10 keer per jaar een weekend lang met mijn uitgeverij op beurzen zoals El Fantasy, Castlefest en de Comic Cons. Maar jammer genoeg kan dat dit jaar niet en ik mis die beurzen heel erg. Het is altijd gezellig met de andere schrijvers en praten met nieuwe en terugkomende lezers is altijd cool. En we vinden altijd wat exemplaren van mijn boeken en nieuw thuis. Maar lezers gaan niet zomaar over op het kopen van een nieuw boek. Ze kunnen natuurlijk naar de voorkant kijken, de synopsis lezen, de eerste paar pagina's. Maar vaak hebben ze nog enkele vragen. En sommige van die vragen die komen vaker voor. Dus in dit filmpje behandel ik de 3 meest veelgestelde vragen van lezers over Vergane Glorie, mijn nieuwste boek. Oké. Vraag 1. Is Vergane Glorie een afgerond en op zichzelf staand verhaal? Deze vraag krijg ik vaak omdat mijn uitgeverij Zilverbron veel fantasy uitgeeft, waarin de schrijvers trilogieën of zelfs grotere series schrijven. En sommige lezers houden daarvan, andere lezers willen liever een op zichzelf staand boek lezen. Maar Vergane Glorie is een op zichzelf staand afgerond verhaal. Er komt dan ook geen vervolg. Nou, zeg nooit nooit. Maar na alle waarschijnlijkheid komt er geen vervolg en het verhaal is in ieder geval in Vergane Glorie zelf afgerond. Op naar vraag 2. Lijkt Vergane Glorie op de Stam van de Holenbeer? De Stam van de Holenbeer is het eerste boek in de aardkerende serie van Jean Aul. En die is heel populair en speelt zich af ook in de steentijd. Ik heb die serie zelf niet gelezen voordat ik Vergane Glorie heb geschreven, maar natuurlijk wel in verdiept. Nadat Vergane Glorie is uitgegeven, omdat ik die vraag zo vaak kreeg. En het antwoord is ja en nee. Het is dezelfde setting, dus het speelt zich beide af in de steentijd. Maar de Stam van de Holenbeer is veel beschrijvender geschreven. Gaat heel gedetailleerd in hoe de steentijd is. Dus heeft daar, neem ik aan, heel erg veel onderzoek naar gedaan. En dat is ook goed gedaan. Mijn schrijfstijl is veel vlotter. De setting is dienend voor het verhaal en de personage. Daar hou ik zelf gewoon meer van. En daarin verschillen die twee boeken dus gewoon heel erg. Wat nog wel overeenkomst is, is de hoofdpersoon. Mijn hoofdpersoon heet Anja. En in de Stam van de Holenbeer heet de hoofdpersoon Ayla. Dat is echt heel toevallig. Dat wist ik niet, heb ik ook niet naar gekeken. Maar wel grappig. En beide dames passen niet helemaal bij de stam waar ze horen. Ayla die wordt opgevangen door een andere stam en is heel anders. En in mijn boek, Anja, wordt ze geboren met een afwijking, is wat ziekelijk. En beide willen zich bewijzen naar hun stam toe, dat ze wel sterk zijn. Dus het zijn sterke, vrouwelijke personages. En nu dan de laatste vraag. Vraag 3. Krijg ik ook visioenen van mijn voorouders? Vind ik altijd een hele leuke vraag die ik nooit had verwacht dat die zo vaak gesteld zou worden. Vergane Glorie is geïnspireerd op de ruïnes van Azië waarin ik rondliep. En heel graag wilde zien hoe die er vroeger uit zouden zien. En een visioen wilde krijgen hoe dat eruit zag. Ik raakte die stenen aan, maar nee. Ik kreeg geen visioenen van hoe dat er vroeger uitzag. En nee, ik kreeg ook geen visioenen van mijn voorouders. Maar dat betekent niet dat jij ze niet kunt krijgen. Daarom geef ik altijd een pijlpunt, een stenen pijlpunt, bij de boeken die ik verkoop op beurzen en die bij mij verkocht worden. Want misschien krijgt de lezer wel een visioen van zijn voorouders van het verleden als je hem aanraakt. Heb je nou meer vragen over Vergane Glorie of over een van mijn andere boeken? Ga dan naar mijn contactpagina op de website www.johanlubbers.nl en stuur me daar een berichtje. Of stuur me een berichtje via Instagram. En dan kun je ook meteen al mijn content volgen. Hoi!